Minister, ik veronderstel dat u in uw schaarse vrije tijd niet bijklust als would-be David Copperfield. Doorbreek dus de illusie van de algemene tevredenheid die u nu al enkele weken volhoudt. Het afsluiten van het interprofessioneel akkoord beheerst al sinds begin dit jaar de politieke agenda. U heeft steeds volgehouden alle vertrouwen te hebben in het sociaal overleg. U had natuurlijk ook enkele weken geleden de lofpet kunnen bovenhalen bij het uiteindelijke akkoord binnen de groep van 10. Na moeilijke onderhandelingen was er een compromis gevonden tussen de afgevaardigden van de werknemers en de werkgevers. Een compromis à la Belge. Er waren winnaars en er waren verliezers. Maar dat is eigen aan een verhaal van geven en nemen. Het belangrijkste was dat er toch uitzicht was op sociale vrede. Dat in aanloop van de zeer moeilijke relance die zich aankondigt na anderhalf jaar coronamiserie. De inkt van dit akkoord was echter nog niet droog of de oorlogsstroom roffelde ter extreem linkerzijde. Zij riepen op om dit moeizame akkoord te verwerpen en de hegemonie te doorbreken. Aan Waalse zijde was het overduidelijk niet. Het FCTB kant zich ronduit tegen dit akkoord en stemde dit met liefst 84% weg. De Vlaamse vleugel, het ABVV, stemde massaal voor dit akkoord. 72% steunde het. En in goede socialistische traditie is er nog een beetje discussie over het tellen van de stemmen. Ook bij de andere vakbonden zijn er gelijkaardige scheeftrekkingen tussen Vlaanderen en Wallonië. Het door u zo geroemde sociaal overleg kan dus niet meer tot akkoorden komen die door de achterban worden gedragen. En zo zijn we na 6 maanden onderhandelen terug naar af. Daarom volgende vragen voor u. Wat denkt u van de communautaire breuklijn die zich overduidelijk aftekent in dit verhaal? Zal u het interprofessioneel akkoord naar zich toe trekken? En zo ja, welke oplossingen ziet u om de sociale vrede te bewaren? Of komt er weer een zeer dure staking in Wallonië? Ik dank u voor uw antwoord. De arbeidsmarkt in Vlaanderen en Wallonië is fundamenteel verschillend. Op het Belgische niveau nog akkoorden sluiten is volgens mij onmogelijk. Het arbeidsmarktbeleid en dus ook het sociaal overleg moeten naar het regionale niveau. Beide regio's kunnen dan het beleid voeren dat aansluit bij hun situatie en hun politieke wensen. Perfect aansluitend op de specifieke eisen van hun werknemers en hun werkgevers. Maar ook met de financiële consequentie en de verantwoordelijkheid binnen die regio. Iedereen tevreden. Want momenteel wordt de Socialistische Vakbond gegijzeld door haar Waalse vleugel. De sociale vrede wordt hier weer op het spel gezet en de welvaart van Vlaanderen is de gijzelaar van één vakbond. Die kan zich blijkbaar alles permitteren. Ik stel het hier nogmaals duidelijk. Wij zijn voor sociaal overleg. Wij zijn voor meer netto-loon voor de werknemer. Maar de toenemende kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is een catch-22, waar nog Wallonië, nog Vlaanderen beter van wordt. Kruip dus uit deze impasse en schenk die verantwoordelijkheid eindelijk aan de regio's. Ik dank u.